Hi allemaal, leuk dat je weer kijkt. Hier is Karin weer. Ik ga vandaag kringlopen in Alkmaar. Daar heb ik heel veel zin in. Ik ben hier al heel vaak geweest, samen met mijn man. Vandaag ga ik alleen. En omdat het december is en ik nog een aantal kerstdecoraties wil, ga ik daar voornamelijk op zoek naar. Hier in deze straat, dat is de Cijper of Cijferstraat, ik zal het adres onderin de beschrijving zetten, zijn 4 of 5 kringloopwinkels naast elkaar. Maar de allerleukste, vind ik, is het Kringloopwinkel Alkmaar, heet die gewoon, Kringloopwinkel Alkmaar. Ik zal de website ervan ook hier onderaan zetten, dat vind ik de allermooiste van de winkel. Het lijkt dat ze het net een beetje beter selecteren wat ze verkopen. En dat maakt het toch wel veel leuker. Maar daar is ook een rattenplan en nog 2 andere zelfstandige kringloopwinkels. Dus ik neem jullie mee op deze zoektocht naar leuke huisdecoratie en misschien ook iets aan kleding. Nou ja, we zien het wel wat ik vind. Tot zo! Nou, ik ben hier het dorpje helemaal zelf vindt. Maar ik wil ook iets voor een op de koffietafel, een beetje een kerstig ding te maken. Decoratie, deze is natuurlijk altijd mooi. Die is 3,50. Die neem ik sowieso mee. Om een soort centerpiece te maken op de koffietafel, waar ik kerstspullen in kan doen ofzo. Hier zijn ook wat dingen. Eentje Marokkaans. En nog een koperen. Maar die is niet echt koper. Ik vind deze wel leuk. Oh, daar is daar al 5 euro voor. Dat vind ik dan weer veel. Maar de vorm is wat ik zoek. Ik neem hem maar mee. En misschien vind ik nog wat andere 50 koffieding. Want dit is ook wel goed. Ik vind het hier zo mooi. Opgeruimd, netjes neergezet. Niet zo vol geplept. Dat vind ik altijd wel leuk. Glas. Ik krijg niet zo van die kleine dingetjes. Dit nou voor? Bijpassende eend. Uiltjes. Deze zijn wel mooi. €10,50. Dit is ook een grote versie. Schiever in de keuken in mijn koperen kast. Een beetje prijzig. Deze is ook schattig. Ik neem ze ook een intrigerende vorm hier. Weet iemand waar dat voor is? Laat me even een bericht achter onderaan. Het ziet er wel mooi uit qua kleur, maar ik weet niet waar het voor is. Zoiets heb ik in klein formaat. Met een... voor een kandelaar. Dat vind ik wel grappig erbij. Kijk nou wat mooi. Hoeveel winnen ze voor die? €3,50. Ik heb heel veel rode balletjes. Maar ik heb nu nog geen zin om kerstballen te kopen. Gek genoeg. Die zijn ook €4,50 per stuk. Nou, dat vind ik dan echt te veel. Maar wel mooi. Dat heb ik nog nooit gezien zo. Kerstbloempjes. Ik kijk ook altijd naar lampjes. Kijk, een mooie ster. Dat is een hele mooie lijst. Kerstdingetje. Dat is heel dunnetjes.
origineel gemaakt. Jammer. Alle dingen voor een zo leuk. Dan kan je ook iets moois maken voor kerst. Ben ik niet op zoek naar bazen op dit moment, maar ze zijn wel leuk. Een leuke, grappige meid voor de bos. En hij is 17,50. Maar het is wel een leuke vorm. Lampen kan je altijd kijken wat voor vorm hebben ze en kan je daar wat mee. Kan je ze schilderen, iets overheen doen. Deze is ook mooi. Lampenkap kan je wisselen, kleur kan je wisselen. Deze is heel origineel. Not my cup of tea, maar wel origineel. Nog een tweede loods. Met allemaal meubels, tuinspullen, boeken. Bankstel, 3D'ig voor €300. Grappige lampen. Goed kan vinden in kringloopwinkels zijn tijdschriften als je collages wil maken. Zie je een stapel van National Geographic. Of inrichtingsbladen. Ik heb een paar dingetjes hier om te passen. Eigenlijk alleen maar één ding, een jasje en twee sjaals om te kijken of ik die wil meenemen. Misschien kan ik hier wat kussentjes van maken. Ik ga de masker wegnemen. Mijn outfit van de dag. Ik weet niet of je het goed ziet. Ik heb een rok aan, die heb ik uit de kringloop. Dat is misschien een echte Louis Vuitton. Een leren rok, echt heel lekker. En een herenjasje uit de kringloop. En een tasje van de tweedehandswinkel. Ik heb eigenlijk absoluut geen jasje nodig, want ik draag het nu met thuiswerken toch nooit in. Maar ja, wanneer vind je nou een panterprint jasje in een groene kleur in je maat? Echt bijna nooit. Een beetje veel schoudervullingen, maar ja, dat maakt hem wel pittig. Ja, wat zullen we doen? Zal ik die nemen? Twijfel. Ik ga er nog even over nadenken. En dan gaan we naar de rattenplan. Die is net next door. Baas om te beschilderen. Het heeft een hele mooie vorm. En is niet hoogglans. En hij is €2,50. Die gaat mee. Ga ik weer een leuk bazenproject maken. Nou, ook hier heb je twee loodsen. Enorm groot en daarachter staan kleding en meubels. En hier is in deze loods allemaal klein goed. Enorm groot.
een windlicht. Leuk als je van die kleur houdt. In principe kijk ik altijd naar houten kommen, maar deze is zo vies, die wil ik niet eens aanraken. Altijd kijk is of er puzzels zijn die leuk zijn om te maken. Want je maakt ze toch maar één keer, dus waarom zou je nieuwe kopen? Deze was leuk geweest, maar hij is leeg. Iemand heeft de eenhoud meegenomen. Dat is dan weer jammer. Nou, ik heb er dit. Die vind ik wel heel kerstig, deze. Kerstkoekjes of zo. Oh, hij is huge. Oh nee, sorry. Dat hoeft dan ook weer niet. Dat vind ik dan te groot. Ook iets weg, maar wel. Oh ja. Is een soort, oké. Okay. Liefhebbers van de retro spullen. Hij is wel 17,50. Dit is ook een mooi sterretje. Mooi beeldje. 24,50. Dat is helemaal mooi. Maar meer in de rozen. Dat lijkt me leuk. Die glaasjes zijn ook schattig. Maar er zijn maar twee. Misschien vind ik nog wat. Een goud setje. En twee poefs. En twee stoelen. Echt puur gaaf. Alleen het huid is een beetje afgeslepen. Maar voor deze hier helemaal mooi. Allemaal leuke vintage side tables. Poefs. Steuntjes. Een beetje massief, maar het is een beetje prijziger hier. Kijk, deze zijn ook helemaal hip, 85. Mooi plant. Kijk, een retro wandlamp voor €25. Het is allemaal plastic. Maar wel uit, deze niet, dat is metaal. Maar wel jaren 80 of zo. Dat is een jaren 90 ding. En een onyx lamp voor €19,50. Een beetje klassiek model hier. Maar wel leuk. Tapijtjes liggen hier. Natuurlijk ook allemaal te koop. Dit is ook echt zo'n jaren 70 ding. Deze is op zich een lievertje, maar jammer dat hij zo verbleken is. Vind ik dan echt niet mooi meer. Dit is net zo'n leuk rekje hier. €34. Of schaal van €17,50. Als je dat leuk vindt, is dat leuk. Het is echt schattig. Niet dat ik er iets mee kan, maar deze lijkt echt van amber te zijn. Dat is wel zeldzaam. Het is niet mijn smaak, maar volgens mij is dit best wat waard. Goed, ik laat dit voor iemand anders, want ik hoef het niet. Bits. €6,50. Jaren 60, denk ik. Zo'n dingetje. Zo'n van kerst ook nog leuk. Het is geen kaars, het is gewoon plastic. Selectie Boeddha's. Is wel grappig. €0,50. Het is schattig om een citroen in te doen. Ik heb al
altijd halve citroenen die ergens rondzwerven. Die neem ik mee. Met een opvallende bekleding. Het lijkt in de mode te zijn. Ik vind het wel een mooi meubel, maar die bekleding, alsjeblieft. Het is ook een heel aparte bank. Wij hebben ons bankstel ook uit de kringloop. Dus ik kijk altijd of ik nog iets zie wat beter is. Je weet maar nooit. Dit is wel een mooi meubel. Maar ja, veel te groot. Ik zoek een televisiemeubel, wat een beetje lager is, maar wel breder dan wat we nu hebben. Ik ben weer terug van mijn kringlooptoertje in Alkmaar. En ik heb een paar hele leuke dingen gevonden die ik kan gebruiken voor de kerstdecoratie of voor iets later in het jaar. En ik wil jou dat even laten zien. En ik heb ook nog iets gevonden om een cadeau te maken. Dus helemaal gek. Ik laat je even zien wat ik allemaal gevonden heb. Oké, hier is alle vondsten van vandaag. Deze houten tray die je als verhoging kan neerleggen op een tafel voor een schaal erop of een vaas. Of op de grond voor een bloempot. Die vind ik heel mooi. Hij is massief hout en dat was 3 euro. Hier ben ik heel erg blij mee. Die vind ik echt prachtig. Dan heb ik dit kleine citroensjaaltje gevonden. Oh, ik zie dat er een paar dingetjes af zijn. Dat is jammer, hier ook. Maar ja, goed, hij was 50 cent en lekker voor citroentjes te bewaren. Deze ga ik voor een kerstdecoratie gebruiken die ik later in een volgende filmpje maak. Dat vind ik een mooie kerstbal en die was ook 50 cent. Dan heb ik dit dingetje gevonden, een schaaltje. Ik weet niet hoe je zoiets noemt hoor. Als je dat weet, laat het me even weten. Wat leuk hiervan is, ik heb er al één. Die hier. En die past er in kleur perfect bij. Zie je? Nou, daar ga ik denk ik voor de lente iets mee doen. Nu ga ik die nog niet gebruiken. En dan heb ik deze metalen schaal gevonden. Die heeft nog een beetje kaarsrestjes hierop. Maar die heb ik gekocht voor 5 euro. Nieuw was hij 15 euro. Maar hier ga ik een kerststukje maken voor op de salontafel. Dat komt ook in een volgende video. En dan heb ik deze twee betonnen flessen gevonden. Dat vind ik eigenlijk een hele leuke, dat het mooi uitzien. Een beetje stoer, maar toch feestelijk doordat er een koperen deel is met een koperen ster. Dus deze wil ik gebruiken voor hier in de keuken, want ik heb hier een aantal dingen voor koper. Dat past hier goed bij. Dit ga ik ook in een volgende filmpje maken. Dan deze koperen schaal. Ja, ik kon hem niet laten liggen. Ik vind hem prachtig mooi. Dat was 3,50 euro. Ik heb er al één, maar deze is net een beetje anders. En hier vind ik wel een bestemming voor. En dan heb ik deze vaas gekocht. En die was 2,50 euro bij de Rattaplan. En ik vind de vorm echt prachtig. Heel bol. En hij is wel geglazuurd, maar niet heel glanzend. Dus hier kan ik wel iets mee bewerken ook. Misschien ga ik die zelf houden of een cadeau maken voor iemand anders. Dat weet ik nog niet. Maar hier ga ik ook een doe-het-jezelf projectje mee doen. Dan heb ik nog een slinger kerstlampjes gevonden. Ze werken voor een euro. Ik koop af en toe kerstlampjes in de kringloop. Kost zoveel minder dan nieuw. En soms werken ze, soms niet, maar deze werkt prima. En ik heb een stukje stof gevonden met een Schotse ruit. Ik ben altijd geïntrigeerd door Schotse ruiten. Die was 4,50 euro. Het is wol volgens mij. Dus of ik ga hier een kussen van maken of iets voor decoratie of ik weet het nog niet wat. Maar ik vond hem wel leuk. Dus die heb ik ook meegenomen. Oh ja, en dan heb ik nog twee eierdopjes gevonden. Witte. Voor ook een euro of zoiets. Of 2 euro, ik weet het niet meer. Nou, dat is ook altijd handig.
Dus ik ben leuk dat je weer gekeken hebt naar dit filmpje. Laat me even weten in een bericht onderaan of je iets gezien hebt in de kringloopwinkel wat ik niet gekocht heb, maar wat je dacht, oh, dat is zo leuk, waarom heb je dat niet meegenomen? Dit gebeurt mij namelijk altijd als ik kringloopfilmpjes kijk. Laat me even weten wat je ervan vindt, wat ik gevonden heb. Of je het überhaupt leuk vindt of niet. Daar ben ik altijd nieuwsgierig naar. Ik vind het superleuk als jullie berichtjes achterlaten. Ik ga altijd antwoorden erop. En ik waardeer het zeer als je de tijd neemt om dat even te doen. En ben je nog niet geabonneerd? Neem dan een abonnementje. Ik plaats iedere week een filmpje over kringlopen. Kringloop upcycled, do-it-yourself projecten of iets anders wat creatief is. En ik hoop jullie daarmee te inspireren. Ik wens je nog een fijne dag. Bye bye!